Deze was het, hè? Ja, haal die maar los. Deze erdoor. Wat waren dit nou ook weer? Dit is dus een schering. Een schering, oké. Okay. En dan kan het lusje erbij. Van de schering en inslag. Ja, precies. Ik had even heel hard op gehaald, wat jij hebt gezegd. Ja. Okay, dat is één. Laat hem hier even overheen vallen. Zo. En dan gaan we deze. Die haal je ook uit het lusje. Oh, die kan aan deze kant wel uit het lusje. Ja. Nou, trek hem maar naar je toe, doorheen. Helemaal. Dan kan je door hetzelfde gat. Ja. En dan gaan we hier weer in doen. En dit is dus hoe je echt alles opzet, zeg maar. Ja. Voordat je daadwerkelijk kunt gaan weven. Ja. Wel wat werk vooraf, hè? Dat is hè? nog een heel vak apart. Ja. En de kunst is om dat ook bij het weven te laten horen. Ja. Want als je dat niet doet, dan denk je, oh, ik moet opzetten. En dan heb je er geen zin in. Nee, precies. Dus, nou, gaan we op hier. Die kan door dit gat. Ik kom met veel hobby's zo, dus bijvoorbeeld met kleding. Nou, je moet eerst het patroon overtrekken en dan op stof leggen en uitknippen. Dus ook geen leuk klusje. Het naaien zelf is leuk, maar... Ja. Nou, precies. Hetzelfde effect. Ja. Okay. Nou hebben we dat. En dat kruis is er dus voor dat die draden gescheiden blijven. Ja. En dan gaan we verder. Deze gaan we nu zometeen losmaken. Zodat al deze draden verdeeld kunnen worden hierover. En elk stukje is 2 centimeter. En er komen 16 draden per 2 centimeter tussen te liggen. Nou, dat gaan we dus nu doen. Succes, Liane. Oh, die andere moest ook los, hè? Ja, en eronder zit er nog één. Oké. Okay. Om het makkelijk te maken. Ja. Neem maar dat je touwtjes ook bewaart. Ja. Oude veters. Deze zijn al een keer meegeverfd. Ja, ik zie het. Mooi lichtblauw. En dan die er ook uit, hè? Ja. Nou, dan gaan we het een beetje verdelen. Een beetje. Ongeveer. Zo. Nou. Dan ga je een beetje draaien aan die boom. Zodat je deze een beetje op spanning hebt. Daar zit een draaihendel. Ja. Andere kant op. Andere kant op. Schopt u maar. Dat is goed. En dan moeten we deze nog even aan die kant vastmaken. Dus die maakt die witte maar los. Deze? Ja. Aan het... Nou, daar is het. Ik gebruik allemaal zenuwsknopen. Ja, dat is wel ongetwijfeld. Maar deze moet wel vast blijven. Hè? Ja. En die zet je eventjes hier. Die zit zoals een tie-up. Dan zet je hem even aan vast. Even kijken hoe je dat doet. Even de kunst even knoopjes erop. Maakt niet uit hoe als het maar vast zit. Wil je niet? Ik kan hem een stukje opschuiven hoor. Je kan hem ook wat. Je moet erachter langs, hè? Moet ik hem even losmaken? En dan. Dat hoef je niet. Hij kan niet zo makkelijk achter dat die trap hebben. Ja, dan heb ik hem. En dan moet er een knoopje op. Ja. Zitten. Tuurlijk. Met een beetje liefde blijft dat gewoon. Ik zal hem even dichterbij laten zien. Heb je nou een beeld? Ja, goed zo, hè. Bijna. Kijk, al deze haken, daar komen dus 16 draden per tussen 2 haken te zitten. Nou, dan zetten we hem even weer netjes terug. En dan even.
Ik ga niet iemand uitzoomen in deze. Oh, ik ben er bezig. Jaren Slotty. Is dat dat erop? Ja. Geweldig. Ja, dus hebben we de J niet gemaakt. 2, 3, 5. Ik heb zomaar een begeertje gevonden. Wat goed. Komt niet vaak voor. Even een close-up van alle draden. Kijk, zoals ja. Jullie nu zien, per vakje, zeg maar, tussen de ringen in, komen 16 draden. En hier... Hier zijn we nog wel even een poosje mee bezig, dus ik denk dat ik weer terug ben als ze er allemaal netjes tussen zitten.
1. Twee. Drie. Vier. Even volgorde. Eén. Twee. Drie. Vier. 1, 2, 3, 4. 1. 2. 3. 4. Knoopje erin. Vier. Drie. Twee. Dit is het riet. Daarmee verdeel je de draden gelijkmatig. Hier gaan er 8 draden per centimeter. Dat betekent dat er 2 draden per gleufje doorheen gaan. Die haal je bij de heveltjes weg. Die heb je bij elkaar geknoopt. Dan verdeel je ze in 2 keer 2 draden. En die gaan er dan door. Je wil niet dat ze terugschieten, dus doe je er nog even weer een strikje in. En dan doe je de volgende.